pakjes. Die. Ja. Ik heb het even denken, want je moet dat natuurlijk wel een soort van in de gaten houden. Maar dan gaan we ons de beurt roken. We moeten wel een andere SD-kaart hebben, niet die met verf. Nee, en deze moet nog in de caravan, met die tas. En ik hoop dan dat de batterij vol is, want als die leeg is... Dan hier is een SD-kaart. De eerste camera. Hoor je dan piepjes? Hier is een SD-kaart. Maar ja, ik heb dat afluister. Helemaal vol? Ja. Ik heb het afluisterding van Lotus weggegooid. Ja. Maar ik wil hem wel echt terug. Ja, ik laat dit denk wel aan Gerrit over. Ja, dus ik ga wel samen met Gerrit. Maar doe dan die pakjes in de caravan. Oh, dit is die van Gerrit? Ja. Die pakjes. En dan neem ik een kaasje mee. Of zo. Nee, je kan die pakjes toch erin maar, doen? Jordi is er, die was bij jullie in de Jordi was bij ons. Oh, kut. Wat doe ik? Ik was met Lex aan het kletsen. En Jordi was bij ons. Of die kwam naar ons toe. Is dat en die ging over dansen praten. Bet, ja. En met dingen. En toen ging hij op een gegeven moment weer weg. Want hij wilde de stofzuiger. Random. Maar jij bent dus samen met Lexi thuis? Ja. Oké, maar dat is mooi, want ik vroeg me af met wie Lexi was. Had Lexi net wat gezegd? Ja. Ja, ik heb ook tegen haar gezegd van, joh, kan ik jou vertrouwen? Want ik hoorde, of ik had gelezen dat jij net alsof doet dat je een vriendin van mij bent en zo. Ja. Toen zei ze, nee, dan moet je echt uit je hoofd zetten, dat zweer ik op mijn kind. En hier word ik echt boos van. En ik zeg, nee, je hoeft er niet te zweren. Zij het zegt toch goed. Maar je moet ook wel zorgen dat ze je vertrouwt. Ja. Dat is wel echt even belangrijk. Ja. Want ze begon net tegen mij over dat mensen dat tegen Brenda hadden gezegd dat ik niet vertrouwen ben. Ik zeg Lex. Zei ze net ook tegen mij. Ze zegt, want ik heb ook persoonlijke dingen verteld. Ik zeg, nou, ik heb nog nooit iets persoonlijks over jou van gezegd gehoord. Ik zeg, volgens mij nog niemand. Ja, leuk. Dus zij is over. Maar bijvoorbeeld, als jullie op de bank komt, krijgt ze mijn positieve stem. Die van Brendan, die van Andrea, die van Hiske. Lex. Lex, want Lex heeft jou nog altijd hoog zitten. En we zijn met 12 man. En je hebt sowieso minimaal 6 stemmen nodig. En als je dan Brennan, Andrea, Jordi, Lex, Hiske hebt. Dat is 5. Dat is 5. En als Milena erin meewerkt, is Milena 6. Ik vertrouw haar niet. Ik ook niet. Maar dat zorgt er wel voor. Kijk, stel dat jullie komt op de bank, dan staat het 5. En Milena is inderdaad niet te vertrouwen. Dan staat 5-5. Dan is het gelijk spel. Blijf jullie nog een dag langer. Ja, maar ik kom niet op de bank. Nee, ik ben het. Ja? Ik ga het niet worden. Nee. Ik word het. Want weet je wat? Dus denk wat er wel naar jou voor toegegooid. Als jullie was van plan om te gaan. Ja, dus?